Wanneer eenmaal de ligging van het nest is vastgesteld en de mogelijkheid van belichting op verschillende tijden van de dag overwogen, dan kan de schuiltent. De ervaring van vele jaren heeft ons in staat gesteld om aan die tent een hoge mate van geschiktheid en tegelijk van eenvoud bestek worden samengepakt en vervoerd en in zeer korte tijd opgesteld, geplaatst of afgebroken. Hij is om zo te zeggen van alle gemakken voorzien en geeft ondanks geringe afmetingen toch ruimte genoeg voor een zeer uitgebreid fotografisch apparaat met lenzen van verschillende brandpuntafstand. Alles volgens een bepaald systeem gerangschikt en onmiddellijk voor gebruik gereed. In het doek zijn talrijke kleppen aangebracht die het mogelijk maken om eruit te zien, zelf gezien te worden. En zodoende kan een urenlang verblijf in die tent zeer onderhoudend zijn, ook wanneer er geen fotografisch werk valt te verrichten. Meestal is het raadzaam om de schuiltent te camoufleren. Dikwijls is dat ook overbodig, want zowel specifiek als individueel verschillen de vogels sterk in wat wij makheid noemen. De dierpsychologen weten daarover wel het een en ander te vertellen. Het lijkt het beste het camouflagemateriaal te nemen uit de onmiddellijke omgeving in overeenstemming met landschap en vegetatie. Ons zowel in de bomen als op de grond. Wanneer de vogel verontrust wordt, dan zien we hem de hals rekken, de kop komt omhoog, de zogenaamde oorpluimpjes die niets met oren te maken hebben, worden opgericht en we krijgen letterlijk de stijgende verbazing te aanschouwen. Dan vliegt de vogel opeens weg, in zijn vaart een ei meesleurend dat gelukkig weer ongedeerd terugvalt in het nest. Weldra komt de uil weer terug, zijn opgezette veren duiden nog duidelijk op onrust en dreigement, maar spoedig keert de rust weer. Met de tijd komen de jongen uit de eieren tevoorschijn. Evenals alle jonge uilen zijn ze gehuld in het witte donskleed. En de onbevederde donkere huid rondom de ogen, waar later de oogkrans komt, vormt een vreemdsoortig masker. Deze diertjes schenen alleen 's nachts gevoerd te worden. Want gedurende 3 weken achtereen brachten we enige uren per dag in het opnamehutje door, zonder eenmaal een voedering te zien te krijgen. Wel kwam af en toe een ekster om het nest schateren, als protesteerde hij tegen de indringer die zijn nest in gebruik had genomen. Het jeugddons blijft lange tijd en overdekt nog dagenlang met een wapperende sluier de zich vormende pennen en dekveren. Het jong vertoont dan een heel merkwaardig beeld. Doordat de oogkransen nog niet sterk ontwikkeld zijn, vertoont de krachtige gebogen snavel zich in al zijn felheid. Zo scharrelen ze in en om het nest nog een poosje rond in het kleine bos van zwarte dennen, de nieuwe figuur in het duinlandschap. En de heldere jonge loten in het donkere groen harmoniëren mooi met het lichte jeugdkleed van het uiltje. Wanneer de ranzuil op de grond nestelt, dan zoekt hij de beschutting van duindorens of kruipwillig. We zien hier de witte jongen te midden van een ruime voedselvoorraad van muizen. Geen wonder dat ook vliegen worden aangelokt. Wanneer de jongen zich verplaatsen, dan trekt het de aandacht dat ze zich reptielachtig bewegen, gebruikmakend van alle 4 de ledematen. De vliegen en het daglicht maken dat ze onophoudelijk knipogen met alle 3 hun oogleden, waarbij dan vooral het 3de ooglid, het wenkvlies, sterk is betrokken. De ramzuil maakt de indruk van zeer mak te zijn. Misschien ook moeten we dat nestvastheid noemen. Wat er bij hem omgaat, weet niemand precies, maar hij laat zich rustig hanteren. Deze makheid hebben we bij verschillende ramzuilenindividu's waargenomen en dat ze vermoedelijk met broedtrouw toch weinig te maken heeft, kan blijken uit het feit dat het bijna vlugge jong, zelfs na verontrust te zijn, toch ook weer rustig blijft zitten op de hand van zijn kwelgeest. De velduil komt tegenwoordig onder andere nogal veel voor in de uitgestrekte duinvlakten van onze Noordzee-eilanden, vooral op Texel. Men kan de vogel dan gemakkelijk te zien krijgen, doordat hij in tegenstelling met de ramzuil ook bij dag werkt en rondvliegt. Dikwijls genoeg kan men hem op een duintop op de uitkijk zien zitten, of ook wel kunnen we zijn zeer bijzondere baltsvluchten bewonderen. Het nest ligt in de ruigte en bevat soms veel eieren, soms wel een 10-tal. Het schijnt dat in muizenjaren het aantal nesten en eieren het grootst is. Doordat de vogel al gaat broeden meteen wanneer het eerste ei is gelegd, komen de vogels op achtereenvolgende dagen uit
en ze verschillen aanvankelijk ook sterk in grootte. Zolang ze nog heel klein zijn, krijgen ze hun voedsel toegediend bij kleine brokjes. En we zien dan ook hoe de oude vogel de muis zorgvuldig verscheurt en in stukken trekt. Iets heel merkwaardigs zagen we gebeuren met een dood jong. De oude vogel probeerde het kadaver in te slikken en slaagde met enige inspanning daar ook werkelijk in. Toch scheen het hem niet goed te bekomen, want na enige tijd ging hij het weer uitbraken en tenslotte heeft hij het in de bek weggedragen. We weten helaas niet met welke bestemming. De velduil heeft een heel ander gezicht dan een ransuil. De oorpluimpjes zijn maar heel klein en meestal slechts nauwelijks te zien als een paar kleine rechte horentjes boven de ogen. De oogkransen zijn groter en haar zuiver rond. Daardoor krijgen we hier een zeer bijzondere geluidsuitdrukking die dikwijls trekt in het zorgelijk vrouwelijke. Ook de kleur is anders. De geelbruine velduil mist de mooie zilverglans die uitgespreid lijkt over het gevederte van de ransuil. Met de zogenaamde makheid is het ook heel anders gesteld. Wanneer de velduil bij zijn nest verontrust wordt, dan verlaat hij het spoedig en vliegt angstig rond. Zelfs neemt hij wel een aanvallende houding aan. En ons is een geval bekend dat een velduil een bloedende wond sloeg in de schedelkap van een bekend Nederlands vogelfotograaf. Die was daar een paar weken lang mooi mee. De muizenjacht is soms zeer productief. En op sommige dagen zien we zowel mannetje als wijfje telkens een muis. Reeds vrij spoedig, veel eerder dan met onze begrippen van kinderzorg overeen te brengen is, krijgen de jongen een hele muis toegediend. Het lijkt voor het kleine dier een onmogelijke taak om een prooi te verzwelgen die haast zo groot is als het vogeltje zelf en misschien even zwaar. Het kost dan blijkbaar in het begin ook veel moeite. De lichaamsbouw van de muis brengt mee dat de slikpartij begint bij de kop. De schouders gaan nog vrij gemakkelijk naar binnen. Maar de heupstreek baart grote moeilijkheden. Aardig is het om te zien hoe de oude vogel belangstellend toekijkt zonder echter enige hulp aan te bieden. Die belangstelling bleef onverflauwd gedurende de hele maaltijd, die precies 5 minuten duurde. Eerst toen het laatste stukje staart door het keelgat was, verdween de spanning. Wekenlang blijft de uilenfamilie huizen onder de hoge heidestruiken of onder de kruipwillig. Merkwaardig genoeg woont in dezelfde omgeving en op dezelfde manier nog een andere muizenvanger, dat is de torenvalk, en als derde grondbroeder komt daar nog de aschgrauwe kiekendief bij. Dikwijls genoeg kunnen we in het prachtige Texelse natuurmonument alle drie deze vogelsoorten tegelijk in de lucht zien. De gedaanteverwisselingen die de jonge velduilen doormaken van klein wit donsballetje af tot volwassen dier zijn ook zeer de moeite van de beschouwing waard. Ten slotte hangt de veelvuldigheid van de velduil toch nauw samen met de muizenbevolking van de streek. En die berust weer op de vegetatie. Nu zijn de duinen van Texels Zuidwesthoek nogal vruchtbaar. En we zien onze uilen dan ook geregeld aankomen met prooi. Soms kortstaartige veldmuizen en waterratten, soms langstaartige bosmuizen en enkele maal een mol. We zagen de uilen geen enkele keer met vogels aankomen, waarmee echter niet gezegd is dat ze geen vederwild zouden nemen. Torenvalk en kiekendief doen dat vrij geregeld. Een enkele keer zagen we prooi aanbrengen, waarvan de bedoeling was, weten we niet. De bekoorlijkste van onze uilen zijn wel de steenuiltjes. Ze huizen in holle bomen en in konijnenholen en nemen dan liefst die waarvan de ingang mooi is begroeid met braam en willig en duinroosjes. Hoogstwaarschijnlijk geschiet dat minder om het schilderachtige van het geval dan wel om beschutting en stevigheid. Evenals de velduilen schuwen ook de steenuilen het daglicht niet. De jongen komen dikwijls genoeg aan de ingang een luchtje scheppen of spelen. Ze reageren dan heel koddig op allerlei indrukken van licht en geluid, soms gelijktijdig, soms ook niet. Ze zijn niet groter dan een vuist, hebben weer een heel ander gezicht dan de velduilen of de ransuilen en dat komt wel doordat hun oogkransjes heel klein zijn. Ze staan flink op de poten. Inderdaad zien we steenuilen, volwassen steenuilen, dan ook dikwijls en vaker op de grond stappen dan velduilen en ransuilen. Wanneer er onraad dreigt, dan springen onze kleintjes eensgezind terug
in de duistere veiligheid.